Waarnemend politiekorpschef Ruben Kensen heeft de 191 recruten die vandaag tot aspirant van politie zijn beëdigd, verzocht om eerlijk en disciplinair te blijven in het uitoefenen van hun werk. Kensen heeft zijn hoop ook uitgesproken op de nieuwe groep om altijd beleefd te blijven tegen collega's, maar in het bijzonder tegen de samenleving. De groep kreeg vandaag de epauletten opgespeld in het politieopleidingscentrum. U gaat de gemeenschap moeten dienen. U zal bepaalde zaken op de werkvloer zien, niet alleen de goede dingen over. U bepaalt voor uzelf wat u over gaat nemen. Neemt u de goede dingen over. Ik zeg dit omdat ik weet wat er op de werkvloer gebeurt. Word een goede politieman. Gaat u inlezen in dossiers. Als u vrij bent, als u wat niet weet, vraag het aan een collega. Zet uw medewerker, zet uw meerdere aan het werk. Vraag hem, u weet het niet. Laat hij je uitleggen. Daarvoor is hij. Hij is je mentor. U moet per slot van rekening een heel goede politieman zijn. Als u het politiewerk niet kan, niet goed kan doen, dan heeft het geen zin. Als u gaat afkleiden, heeft het geen zin. Schrijf een brief, drie regels, als u niet meer bij ons wil zijn, als u niet meer bij de politie wil dienen. Kensen deelde de pasbeëdigden mee dat een speciale afdeling zal letten op het oneigenlijk gebruik van dienstvoertuigen en het boeken van overuren. Politiebondsvoorzitter Milano Atompay heeft de collega's bemoedigd om te blijven strijden voor betere tijden en de moed niet op te geven. Want de ouderen onder ons moeten we wel bedanken, want die hebben gewerkt. Daarom is er nog een korps. En daarom blijf ik ze altijd bedanken. Want met al mijn geweldige diploma's zeg ik het altijd. Toen ik hier kwam als u, wist ik niets van 302, wist ik niets van 372, wist ik niets van 3512. Die mensen hebben me geleerd. Maar u, je bent niet meer die jonge man en vrouw van toen. Je bent nu autoriteit. Je moet je afvragen, je gaat naar een man-vrouw kwestie. Daar zit een man en een vrouw te vechten, dan moet jij bemiddelen. Besef je wel wat je verantwoordelijk hier is. Let goed op jezelf. Let goed op je kleding. Kleed je goed. Het korps gaat niet voor je kleren zorgen. Politiek doet het niet, ze betekent voor andere dingen. Atompay heeft de agenten verzocht moeite te maken hun eigen zaken aan te schaffen, ondanks dat het werk is van de overheid. Wie ervoor kiest om als agent in uniform te dienen, moet het goed doen. Agenten moeten ook op hun uiterlijke verzorging letten, meent Atompay.